In Boksel-Oost, in een woonhuis, is het Johan Cruijff Museum gevestigd. En daar gaan wij een kijkje nemen. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Rien, wij zijn en ik ben hier op een voor mij ook bijzondere plek. Ja, het Johan Cruijff Museum in Boksel. Mijn schatkamer, zeg maar. Hè, met bij elkaar verzamelde items over al die jaren van mijn afgod. Ja. Onze Johan. Johan Cruijff. Ja, Johan Cruijff. Kun je eens vertellen, mochten er nog misschien jonge mensen zijn die hem niet zouden kennen? Het kan, hè? Wie was Johan Cruijff? Ja, Johan Cruijff was in mijn jeugd was hij het voorbeeld van velen. Was hij, ja, voor mij dan ook wel de voetballer van de wereld. Johan Cruijff is opgegroeid in Amsterdam, het straatschoffie, zeg maar. En in zijn beginjaren bij Ajax heeft hij toch wel Ajax en ook het Nederlands zelf al op de kaart gezet. Rien, als ik zeg, wat is nou jouw pronkstuk hier in de collectie? Nou, een van mijn pronkstukken is wel dit gesigneerd shirt. Door Serrero gedragen in de eerste wedstrijd van Ajax. Serrero was een speler van Ajax? Ja, een selectiespeler van Ajax. En deze wedstrijd werd net gespeeld na het overlijden van Johan. Tegen Zwolle. En deze shirt heb ik aangeboden gekregen door de Foundation. Want ik had de 14 kilometer run had ik meegelopen en er is een sponsoractie aan verbonden. En ik had landelijk het meeste opgehaald toen. Wat is er nou bijzonder aan dit shirt? Nou, dit shirt komt uit Japan. Er is een vermogend Japanner, ook helemaal idolaat van Johan Cruijff. Die heeft zelf een voetbalclub opgericht en die voetbalclub heet 14. Ja, en toen ik dat te horen kreeg, moest ik een shirt hebben natuurlijk. Dus ik alles in het werk gesteld en via een verkoper bij Vion, die had connecties in Japan, hang het shirt nu in. Want ik weet Johan Cruijff ook in de varkens zat. Ja, maar iets minder. Er is een mindere afloop geweest. Ja. Dit hoeft geen uitleg, Rien, nummer 14. Ja, nummer 14 is eigenlijk niet het nummer waar Johan mee begonnen is. Er is je gewoon per toeval. Dat was 9. Is je eraan gekomen. Hij is met 9 begonnen. Maar Johan die was geblesseerd. En vroeger stond er nog een wasmand in de kleedkamer. Met alle shirts erin. En Gerry Muren die had in de tijd dat Johan geblesseerd was, nummer 9 gedragen. Johan die komt in november 1970. Moest Ajax tegen PSV. Johan was weer hersteld. En die was zijn shirt aan het zoeken. Maar dat had Gerry Muren gepakt. Ja, zegt Johan, dan pak ik wel 14. Gerry Muren scoort het enige doelpunt in die wedstrijd. En Johan, zo bijgelovig als je al was, die zei nou, vanaf dat moment is je 14 gaan dragen. Ja, mooi, mooi verhaal. En dit is het oranje hoekje? Ja, dit is mijn oranje hoekje. In de eerste opzet had ik een Ajax en oranje Barcelona. Had ik wel een beetje, en heb ik nu een beetje geselecteerd. Om meer ruimte en meer inzicht te krijgen over zijn carrière. Ja, 1974 zeg ik. Ja, dan zeg ik met Duitsland. Ja, dat was een finale die we eigenlijk al gewonnen hadden voordat je gespeeld moest worden. En die we toch verloren. Ja, vertel mij wat. We houden erover op. We zijn er weer in getuimd. We houden erover op. Mijn idee. En dan moet dit het Barcelona hoekje zijn. Ja, dit is zijn hoekje uit zijn Barcelona tijd. Ik weet nog goed dat mijn vader was in de vakantie. Kwam mijn vader in de tent. Ik had nog twee broers, daar sliepen wij. Die zei, Johan Cruijff gaat naar FC Barcelona voor 6 miljoen gulden. Had hij daar gelijk in? Ja, dat klopt. Toen was het een heel bedrag. 6 miljoen gulden. Als je het nu gaat vergelijken, dan zou het misschien wel 600 miljoen euro voor zo'n speler nemen. Nog te weinig. Als Haaland al meer dan 400 krijgt. Ja, dan is het nog te weinig, ja. Maar in 1973 was het zo'n eindje. Toen ging hij eindelijk naar Barcelona. Ook was hij wel uitgesteld, omdat de Spaanse grenzen toen pas open gingen voor buitenlandse voetballers. Ja, als ik dan kijk naar die film, hoe heet ik weer? Uno Momento Dado. Ja. En dan zie je ook mensen hem nadoen. Proberen te doen. Ja, dat klopt, ja. Dat is daar ook een icoon. Ja, ik zeg al proberen na te doen, maar ik heb wel het gevoel dat Johan in Barcelona toch meer geëerd wordt als in Nederland zelf. Wordt, hè? Ja. Nog steeds, hoor. Ja. Ja.
Dat merkte toen toen de arena met die namen en zo, dat duurde allemaal zo lang. Ja, en in Barcelona waren ze al meteen het stadion aan het bouwen. Estadia Johan Cruijff. Ja. Dat is het stadion waar de dames en waar de jeugd voetbalt. Schitterend stadion. Ja, we kunnen nog uren praten over Johan Cruijff, over zijn foundation. En wat is nou jouw favoriete uitspraak? Want Johan Cruijff stond ook bekend om zijn uitspraken. Ja, elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè. Dat is toch wel een van de bekendste. En je gaat het pas zien als je het door hebt. Ja. Ja, dat zijn een van de uitspraken van Johan. Rien, je hebt vast nog een bucketlist van. Dit zou ik heel graag willen hebben. Ja, op de bucketlist staan twee items die ik heel graag zou één willen hebben, één willen zien. Dat er een familielid van Johan of zijn kinderen of zijn vrouw een bezoek brengt aan het museum. En het andere item is wel een gedragen shirt van Johan. Maar ja, dat is voor mij als werknemer in de zorg is dat onbetaalbaar. Waar moet ik dan aan denken? Nou, Jean-Marie heeft een keer tegen mij gezegd, die heeft een shirt van de eerste Interland van Jean-Marie, België-Nederland, heeft hij een shirt van Johan Cruijff. En er is al een bod op gedaan van meer dan 45.000 euro. Zo. Ja. Even sparen. Ja, heel, heel langs. Maar nee, maar dan is het geen hobby meer. Nee, klopt. Nee, nee. Wie weet. Als er iemand kijkt. We blijven dromen, hè. Iemand kijkt naar veel centen. Ja. Ja. Rien, op 25 april aanstaande zou Johan 75 jaar geworden zijn. Ja, en daarom organiseer ik een Johan Cruijff Memorial op zondag 24 april aanstaande in de Kompsehoeve. Oké. Okay. En de opening is 14:14. Dat is... Logisch. Dat is logisch. En dan denk ik, jouw kennende, in het verleden kwamen er ook best wel bekende mensen. Dat ga ik nu ook verwachten dan. Ja, onder andere Peter Boeven, Simon Tahamata, Dick Schoenhaker, Arnold Scholte, de Witte Socrates. Jean-Marie Faf is weer aanwezig. Hans Jouta. Hans Jouta is de beeldhouwer die het beeld gemaakt heeft van Johan voor de arena. Arthur van den Boogaard is aanwezig, bekende boekschrijver. En Otto Versveld. Wie is Otto Versveld? Otto Versveld is de keeper van Helmond Sport. Tijdens de 1-2 penalty van Johan Cruijff en Jesper Olsen. Ja. En wat kan ik verwachten van de middag? Hoe ziet de middag eruit? Nou, we doen eerst een openingswoordje en dan komt Joop Leeuwendaal. Joop Leeuwendaal is een Amsterdamse volkszanger. En die heeft net na het overlijden van Johan het lied uitgebracht Johan Bedankt. En dan komt hij tijdens de opening even zingen. Oké. Okay. En dan komen er twee gasten op het podium. Twee eregasten. Die vertellen hun verhaal over en van Johan. Dan gaan we loodjes verkopen voor de loterij. Heel veel prijzen heb ik beschikbaar. En de opbrengst gaat in zijn geheel naar de Johan Cruijff Foundation. Super. En ik heb begrepen, naast Omroep Dommeland zijn er nog andere bekende zenders die even langskomen. Ja, er zijn meer zenders. Tenminste, hebben ze toegezegd. Hart van Nederland, het Weekblad, de VI, Brabants Dagblad, Brabants Centrum. Er zal veel aandacht aan geschonken worden. Mooi. Jouw indrukwekkende museum bevindt zich in een woonhuis op een slaapkamer. Dan denk ik, gemeente Boksel, hallo, waarom heb je nog niet, en velen zullen dat wel aan jou gevraagd hebben, waarom heb je niet een aparte ruimte, gewoon een echt Johan Cruijff museum? Ja, ik heb dit al meerdere malen met de gemeente Boksel besproken. Zowel Erik van den Broek heeft zijn beste beentje voorgezet voor me. Toch ook een Ajax-fan? Een hele grote Ajax-fan. Maar de gemeente Boksel is daar niet in bereid om in mee te werken. Helaas. Gemeente Boksel, van maak ik even van de gelegenheid gebruik. Want u hebt de beelden gezien. En ik kom, mijn ruimte is echt te klein. En ik hoop dat jullie een keertje nadenken, want het zou een verrijking zijn voor het centrum om daar een Johan Cruijff Museum te kunnen openen.